ook wel eens gehoord dat de eerste wafel altijd mislukt. Dus. Een hele goede morgen, lieve mensen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben ontzettend lekker opgestaan. Ik was op tijd naar bed gegaan en ik stond gewoon lekker om 8 uur op. Heerlijk. Ik heb nu in ieder geval gedoucht. Ik wilde gelijk de vlog van die dag even editen vanochtend. Dus het is nu een uurtje of 11. Het is tijd om te gaan ontbijten. Ik had in de planning in ieder geval zitten om vandaag lekker naar huis te gaan, naar mijn ouders toe. Maar ik heb ze een berichtje gestuurd en ik heb nog geen reactie terug of ze nou thuis zijn of ze nog andere plannen hebben vandaag. Want naar huis gaan zonder dat je ouders thuis zijn is minder leuk. Maar dat zien we vanzelf wel. Ik ga nu lekker eventjes, want de video is nu aan het renderen. En dan ga ik hem daarna lekker uploaden. En hopelijk tegen de tijd dat het klaar is met uploaden. Dan heb ik een berichtje terug. En dan kijken wat de dag ons gaat brengen. Ik had gisteren trouwens ook voor de eerste keer sinds dat ik deze vlog ben gestart mijn GoPro gebruikt. Als je dat nou tof vond dat ik die gebruikte. Want kijk, ik dacht, weet je wat, ik ga mijn GoPro neerzetten tijdens de training. Want als daar een bal op komt, ja, dan maakt het niet zoveel uit. Die kan wel tegen een stootje. Als ik mijn camera er neerzet en er komt een bal op. Ja, wie weet wat ermee gebeurt natuurlijk. Misschien kan hij ook wel tegen een stootje. Maar dan ga ik liever niet uittesten natuurlijk. Als je het dus tof vindt dat ik die GoPro gebruik, of dat ik die vaker moet gebruiken, doe even dat duimpje omhoog. Laat even weten in de reacties of wat ik daaraan kan veranderen. Of je denkt van, hey, ik wil vanaf dit oogpunt, dit perspectief, wil ik wel eens een wedstrijd zien. Of wil ik wel eens een training zien. Laat even weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Tips en hints en al dat soort dingen kan ik altijd heel erg goed gebruiken. Dus laat het weten, ja? Weer thuis. Mijn vader is nog niet thuis helaas, maar die komt zo thuis gelukkig. Ik zat net op de fiets en als je op de fiets zit of als je in ieder geval iets aan het doen bent, als je niks te doen hebt en je bent dan aan het denken, ik dacht net aan mezelf van hey, ik heb Robinson helemaal nog niet teruggekeken en toen bedacht ik me ook alweer hoe vervelend het eigenlijk is dat social media bestaat. Want het is namelijk echt zo dat je, ik probeer dan elke keer donderdagavond heb ik training en dan probeer ik gewoon naar de hand niet te veel op Facebook of dat soort dingen te kijken. Om gewoon te zorgen dat ik niet gelijk heel de aflevering weet. Of wie eruit is of wat dan ook. Elke keer weer weet Expeditie Robinson met hun Facebook pagina. Of al like je hem niet, dan komt hij wel via andere mensen naar je toe. Weet je het weer te verpesten. Want nou weet ik dus al wel wie eruit is. Al vind ik het natuurlijk nog steeds leuk om die proeven terug te zien. Maar ik vind het wel jammer dat ik nu al weet ja, wat uiteindelijk het einde is van die aflevering. Wat er dus gebeurt. We gaan dan nu even lekker terugkijken. Even wachten op mijn vader tot hij thuis komt. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Nou, papa is ook weer thuis. Ook weer gezellig. En hij zei gelijk, ja, ik heb wel honger. Zullen we even lunchen? Ik zeg, ja, is goed, gaan we lekker lunchen. Hij zegt, zal ik even lekker frietje maken? Nou ja, de vetklep die ik ben, ik lust wel een frietje. Dus zometeen een geheel verzorgde lunch door Hans van der Heuvel. Een frietje speciaal. Super lekker. Het is ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg om dat soms te eten. Kijk, ik eet misschien één keer per week, of één keer in de twee, drie weken nu frituur. En vroeger had ik dat veel en veel meer. Ook al was ik nooit dikker of had ik veel vet of wat dan ook. Ik had eigenlijk nooit vet. Altijd was het altijd, ja, je kunt volgens mij geen 0% vet hebben. Maar laat ik het zo zeggen, daar leek het wel op. Zo. Nou, heerlijk gegeten.
de meest gezonde snack die je kan hebben in de middag. Ja, natuurlijk is het geen culinair hoogstandje. Maar weet je, van de kleinste dingetjes moet je kunnen houden, uiteindelijk. Voelt toch wel even lekker vertrouwd om lekker in je eigen kamer te zijn. En dit is op zich wel redelijk mijn levensmotto. Happiness is not a destination, it is a way of life. Ik kreeg net een berichtje van Janice. Of Janice. Janice volgens mij zeggen. Van mijn hogeschool. Dus dat bij, volgens mij in de projectgroep. Alleen, ik heb niet bij aan de klas gezeten. Maar ze stuurde een berichtje door. Van cosmopolitan.nl. Ja, een beetje een vrouwelijke website, dat klopt. Maar, daar staat dus op... Oké, je kan dus voor 1 euro op Utrecht Centraal wonen, staat er. De kamer is 40 vierkante meter, volledig gemeubileerd, bla bla bla, je moet wel iets voor doen. Nou, dan kun je je dus inschrijven om daar een weekje te gaan wonen. En het mooie daaraan is, als je dus een weekje daar woont, dan moet je dus zorgen dat je dus in die week tijd dat zo goed mogelijk promoot en zoveel mogelijk dat op sociale kanalen, sociale media, dat deelt. En de NS en Utrecht Centraal en dat soort kanalen zullen dat dus ook delen wat jij doet. Heel erg bedankt trouwens Janice daarvoor voor deze tip, want het is wel echt heel erg tof. Stel ik zou het worden, want je moet dus een mailtje sturen met jouw motivatie daarin. Met daarin, waarom wil je een week op Utrecht Centraal wonen? Hoe zou je verslag willen doen van je belevenissen? En op welke kanalen kunnen we zien wat je maakt? Dus dan moest je dus doorgeven op welke kanalen, dus waarschijnlijk mediakanalen... Denk ik, want ik zou niet weten welke andere kanalen je zou kunnen verzinnen. Waar je dus je belevenissen gaat delen. En dat zou natuurlijk een hele mooie boost geven aan het vloggen. Wat lijkt me super tof om dat te doen. En ik denk ook dat heel veel mensen het leuk vinden om dat te zien. En ja, nou is het dus even toi 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 en even duimen. Of ik het hoort of niet. Het ziet er niet heel goed uit, maar ik heb ook wel eens gehoord dat de eerste wafel altijd mislukt. Dus op naar kans 2. Zo, het is nu 12 uur. Mijn laatste wafeltje is ook weer op. Mijn telefoon is nu ook nog eens op. Dus ik ga lekker naar bed. Ik ga lekker naar boven. Morgen is er weer een nieuwe dag. En weer nieuwe dingen die er gaan gebeuren. Want morgen is het matchday. En dan spelen we tegen Dynamo. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben gehad vandaag. Het was vandaag voor mij in ieder geval wel een hele leuke dag. En ik heb genoten. Als je het nou een leuke video vond, doe dan even zeker dat duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En dan hoop ik je morgen weer te zien bij een gloednieuwe, verse vlog. How do? Baby, you should say.